welkom. Vandaag gaan we het hebben over redoxreacties. Ja. Wat zijn dat nou, redoxreacties? We gaan, om dat uit te kunnen leggen, kijken naar een voorbeeld. We zien hier dat zink reageert met zuurstof en dat wordt zinkoxide. En nou, je ziet, ik heb een kloppende reactievergelijking gemaakt. Want volgens mij zijn we nou wel zover dat we altijd kloppende reactievergelijking kunnen maken. En als we nou eens goed gaan kijken naar wat voor een klasse, wat voor een soort van stoffen zijn dit nou. Ja, dan kunnen we zien dat zink, dat herkennen we natuurlijk, dat is een metaal. Zuurstof is een moleculaire stof, want die bestaat natuurlijk alleen maar uit O-atomen. En die O-atomen zijn niet metaalatomen. En dan hebben we hier... hebben zinkoxide, een metaaldeeltje en een niet-metaal deeltje. En dat herkennen we hopelijk als een zout. Dus hier is iets raars aan de hand. We hebben van een metaal en een moleculaire stof hebben we een zout gemaakt. En zouten, dat herkennen we. Dat herkennen we van vorige filmpjes, vorige hoofdstukken uit je boek. Zouten bestaan natuurlijk uit ionen. Dus wat is hier gebeurd? Ja, we hebben hier een zinkion en we hebben hier een oxide-ion. En nou, wat er gebeurd is, heb ik in een tekening weergegeven. Ik heb hier mijn zink, mijn metaalatomen zink, heb ik als twee blauwe deeltjes getekend. En hier heb ik zinkionen en die hebben een 2+ lading. Dat kunnen we opzoeken in bijvoorbeeld tabel 45a, die we nog wel kennen. En daarin staat dat dat zinkion heeft een 2+ lading. Hoe kom ik nou van een zinkatoom naar een zinkion? Ja. Hoe kan ik die 2+ lading zorgen dat die er is? Dan moet ik natuurlijk 2 elektronen afstaan. Dat is even goed nadenken. Ja, bij een 2+ lading dat je 2 elektronen afstaat. Ik heb hier natuurlijk 2 zinkatomen. Dus ik sta in totaal 4 elektronen af. Wat is er met mijn zuurstof aan de hand? Nou, ik had natuurlijk O2. Dat bestaat uit niet geladen deeltjes. Atomen, zuurstofatomen. En om daar O2- min ionen van te maken, moet ik natuurlijk per zuurstofatoom 2 negatief geladen deeltjes, elektronen dus, moet ik opnemen. Dus mijn 2 zuurstofatomen hebben die 4 elektronen weer nodig. Ja? En die nemen ze op. En daarin krijg ik dus rechts van de pijl krijg ik O2 min atomen keer 2. Nou, wat zie je hier? Ja, dat de lading links en rechts moet natuurlijk altijd kloppend zijn. Ja, want ik heb een kloppende reactieformule. Dus een kloppende reactieformule, daarin zijn dezelfde lading, dezelfde deeltjes zowel links en rechts van de pijl. Dus als ik hier geen lading links van de pijl heb, moet ik dus zorgen dat ik rechts ook, als ik alles optel, geen lading heb. En dat klopt, want 4+ en 4- is neutraal. En hetzelfde natuurlijk voor mijn tweede reactieformule. Nou, als ik nou goed kijk, dan geeft mijn zink, die geeft hier elektronen af. Want er komen elektronen vrij naar de pijl. En mijn zuurstof neemt elektronen op. Ja, die elektronen neemt hij op voor de pijl. En ik krijg dan een deeltje met een negatieve lading. Deeltjes die elektronen afgeven, dat noemen we een reductor. Deeltjes die elektronen opnemen, ja, dat noemen we de oxidator. Dat oxidator, dat geeft hier aan, ja, dat we te maken hebben met zuurstof. Trap daar niet in, ja. Toen men deze naam bedacht, ja, was oxidator, dacht men dat alleen zuurstof dat kon. Maar veel meer deeltjes kunnen dat. Dus die naam oxidator slaat niet alleen maar op zuurstof. Hoewel dat in mijn voorbeeld natuurlijk nu wel het geval is. Goed, wat hebben we? Ja, het is een reductor, we hebben een oxidator. En als we de 3 letters van reductor nemen en de 2 eerste letters van oxidator, dan hebben we dus een redoxreactie te pakken. Nou... dit noemen we 2 halfreacties. Ja. De redoxreacties bestaat uit 2 halfreacties. We hebben een reductiereactie, we hebben een oxidatiereactie. En die 2 bij elkaar opgeteld, ja, dat noemen we de totaalreactie. Gaan we even naar kijken, hoe ziet dat er nou uit? Zonder dat ik dat zeg maar zo mooi in tekeningen vorm geef. Ik heb 2 zinkatomen, dat worden 2 zinkionen en er komen 4 elektronen vrij. Mijn zuurstof neemt 4 elektronen op en ik krijg 2 oxide-ionen. Ja, zinkoxide wordt zinkoxide, wordt zout. Ja. En ik tel alles bij elkaar op. Wat mag ik doen met alles wat links en rechts van de pijl is? Dat mag ik tegen elkaar wegstrepen. Dus ik streep mijn elektronen tegen elkaar weg. Ja, en dan blijft er mijn totaalreactie blijft er over.
Nu heb ik hier in de kantlijn één keer en één keer opgeschreven. En dat is een trucje wat we kunnen doen. Ja, als die halfreacties, want dit heette dus die halfreacties, als die qua elektronen niet met elkaar overeenkomen. Daar komen we later nog op terug. Als er bij de ene maar 2 elektronen worden geproduceerd en de andere heeft er 4 nodig, dan kan ik natuurlijk degene waar de 2 geproduceerd worden, kan ik gewoon keer 2 doen. Ja, dan moet ik wel de hele halve reactie keer 2 doen. Komen we bij het volgende filmpje, komen we daar zo op terug. Ik tel alles bij elkaar op, ik heb de totaalreactie. Dan hebben we dus een redoxreactie. We zien dat we in scheikunde vele verschillende reacties kennen. En het helpt je heel erg om te herkennen wat voor soort reactie heb ik hier nou. Want je weet dat bij bepaalde reacties krijg je bepaalde stappen. Bij een verbrandingsreactie, ja, dan krijg je altijd een reactie met zuurstof. Dan heb je zuurstof voor de pijl nodig. En krijg je altijd oxides rechts van de pijl, ja, als producten. En zo is het handig om een aantal van dat soort reacties te weten. Ja, dus kan je huiswerk, kan je bij A tot en met D, kan je herkennen, zijn dit redoxreacties of niet? En als het geen redoxreactie is, kan je misschien aangeven wat het wel is dan. Ja, en zo herkennen we de verschillende reacties. Daar kan je mee oefenen en dan heb je straks bij je eindexamen heel veel voordeel bij. Dus A tot en met D, ja, de oplossingen staan natuurlijk beneden in de show notes. Herken de redoxreactie. En er staan natuurlijk ook reacties tussen die geen redoxreactie zijn. En wie weet kan je die ook benoemen. Wie weet heb je iets aan dit volgende filmpje of wil je subscriben. Ja, in ieder geval heel veel succes met redox.